goeiedag allemaal. Welkom in het vestingstadje Graven bij brouwerij Graafsgenot. Brouwerij Graafsgenot bestaat sinds 2011 en kenmerkt zich door de algemene bieren. Dus hele toegankelijke bieren die iedereen wel prettig vindt om te drinken. We gaan vandaag voor u een 1674 brouwen. De vesting 1674. Het is een zwaar blond bier. Wat zich kenmerkt door het zachte. Het is een heel zacht bier met een droge, lichtbittere afdronk. Goed, allereerst een klein stukje over de brouwtechniek die we hanteren. We beginnen uiteraard met het belangrijkste ingrediënt van het bier, namelijk water. Goed, de ketel die we gebruiken is deze brouwketel, dus een spijlbrouwketel. En die is eigenlijk volautomatisch computer gestuurd. Dus het enige wat we eigenlijk doen is de ingrediënten gooien we erin. En het artikel komt er vanzelf uit. Dus we beginnen met het water. Het tweede ingrediënt wat we nodig hebben om bier te maken is het gerst. Omdat het een zwaar bier moet worden, gooien we allereerst het gerst erbij. Gerst die zorgt voor de smaak en voor de kleur van het bier. Ja, het wordt een zwaar bier, dus we gooien er nog een beetje extra bij. Dan hebben we gehad water, we hebben gehad de gerst. Dan hebben we het derde ingrediënt en dat is de hop. Hop die zorgt ook voor de smaak, voor het aroma, voor de bitterheid van het bier, maar ook voor de houdbaarheid van het bier. Zo dan. En het laatste ingrediënt wat we nodig hebben om bier te brouwen is de gist. Wij gebruiken hier in de brouwerij gebruiken we kordelgist. En de gist die zorgt ervoor dat de suikers omgezet worden in de alcohol. Dus ook deze gooien we erbij. We zijn nu een tijdje bezig. We hebben de belangrijkste ingrediënten hebben erin gegooid, maar we zijn nog niet overal bij. We hebben namelijk nog de flesjes. Ja, het bier kan namelijk niet uit de ketel gedronken worden, dus vandaar dat we het in een flesje doen. Verder hebben we nog de kroonkurken. Ja, om ervoor te zorgen dat het bier ook daadwerkelijk in de flesjes blijft. En niet dat u ergens een half leeg flesje tevoorschijn tovert. En om de zaak compleet te maken natuurlijk de etiketten voor de vormgeving van het bier. Dit is het etiket van de 1674. Zwaar blond bier. Wat u zo meteen van ons gaat proeven. Goed, we zijn nu zover om te kunnen gaan kijken of, of het resultaat gewenst is wat we verwacht hadden. En nou wel, zie hier het gewenste resultaat. De vesting 1674. Rest ons nog maar één ding en dat is... te kijken of het smaakt ja of nee. Ja, u begrijpt natuurlijk wel dat het brouwproces iets anders verloopt als ik hier heb laten zien. Alleen het eindresultaat is hetzelfde en dat mag u zo meteen gaan proeven. Ik zal het zelf als eerste doen, dat is een mooie taak van een brouwer. Ik wens u een prettige smaakbeleving en een prettige voortgang. Proost!